Ik zit even op een meisje te wachten die in het revalidatiecentrum is. En de auto die schudt net van een enorme knal vuurwerk. Beladen onderwerp. En ook wel lastig. Op zich, ik kan me natuurlijk wel voorstellen als we nu als hondenbezitters ineens gaan roepen dat iedereen rekening met ons moet gaan houden en zo over met vuurwerk met betrekking tot onze hondjes die dan bang zijn. Ik vind het niet zo heel raar dat dan een groep die geen honden heeft, die dan roept van ja, maar je kan ze niet eens aan de lijn houden en ze schijt overal en je ruimt het niet op. Op zich, als je rekening met elkaar wil houden, gaat dat natuurlijk wel twee kanten op. Alleen in dit geval gaat het niet over rekening houden van mens naar mens. Het gaat erover dat degene die vuurwerk afsteekt rekening houdt met dat dier wat in volledige paniek en trauma's uitkomt. En dat is toch wel een iets ander principe. Goed voor je hond zorgen dat hij om kan gaan met harde geluiden, vuurwerk. En zeker op Oudjaarsdag en rondom de jaarwisseling zijn er echt wel een hoop maatregelen te nemen. Om goed voor je hond te zorgen dat hij geen last heeft van het vuurwerk en angst en paniek. En als je dat thuis niet kunt regelen, zijn er een aantal hele goede pensions waar je een beroep op kunt doen, afgelegen, waar de hond ook een rustig, veilig en goed oud en nieuw heeft. Maar er zit nog een heel groot stuk voor, de weken voor oud en nieuw, waarbij op allerlei momenten het meest idiote vuurwerk wordt afgestoken. En dat is toch wel lastig. Ik zit van de week koffie te drinken, 's avonds, het is al donker. Een enorme rotklap voor het huis en 3 scootertjes die er vandoor gaan. Ja, daar word je niet vrolijk van. En ik ben inderdaad dan zo'n lul die in de auto springt en 3 scootertjes klem rijdt om eens uit te leggen wat er nou precies gebeurt. We hebben paarden staan, we hebben honden staan. En het gaat niet om dat ik het vervelend vind, want ik heb geen moeite met vuurwerk. Ik kan het nog waarderen, ik kan het leuk vinden. Het gaat erom dat er dieren zijn die moeite hebben met vuurwerk. En als je dan vuurwerk af kan en mag steken, doe dat dan op een normale en verantwoorde manier. Je hoeft ook allemaal niet te gaan lopen zeuren en zeiken over nog meer regeltjes en verboden en al meer van dat soort ellende. Voor mij ellende, ik hou niet allemaal van al dat soort regeltjes, maar ik hou wel van gewoon een beetje rekening houden met wat je doet. En een van de dingen waar je rekening mee moet houden is honden en heel veel andere dieren hebben last van vuurwerk. Dus begin eens met als je kinderen hebt om ze op te voeden, dat je dan vuurwerk afsteekt op Oudjaarsdag en de jaarwisseling. En niet dat er al 4 tot 6 weken van tevoren echt enorme klappen zijn, want dan wordt het toch wel eens tijd dat we gaan handhaven. En aangezien de politie wat weinig tijd heeft om te handhaven, ik denk dat er wel meer mensen zijn zoals ik die met liefde en plezier in een auto springen om eens uit te leggen dat het anders gaat met vuurwerk. En dan heb ik het niet alleen over hondenbezitters, dan heb ik het juist over mensen die vuurwerk waarderen en leuk vinden. Nou, zorg er dan voor dat het afgestoken wordt op een manier die leuk en verantwoord is. En ga ze handhaven op de overlast van vuurwerk. Lijkt me een goed plan.